Hit it, boys. Ja, Rock This Place, dat is wat we gedaan hebben tijdens de driedaagse filmsessie op de bestemming Etang de Gaulois van de Carp Specialist. Zoals je ziet hebben we de eerste nacht bij Bas in het chalet genoten van de fantastische kookkunsten van eigenaar Christophe en zijn vrouw Lulu. We hebben onderweg extreme weersomstandigheden gehad, waarop Bas ons uitnodigde om in de luxe master bedroom te overnachten. Na een goede nachtrust en de succeswens van Bas gingen we vol goede moed richting de boten. Het eerste wat ons opviel is de fantastisch mooie omgeving en het water ziet er in zijn geheel prachtig uit. We hebben gekozen voor de ondiepe stek 7 en 8 omdat het weer over 2 dagen een warme dag voorspelt. Om op stek 7 en 8 te vissen moet je met de aanwezige boten je spullen overvaren vanaf P2. Met de elektromotor kwamen we in no time bij de stek aan en daar troffen we een perfect onderhouden steiger aan waar al 2 onthaakmatten en weegslings klaar stonden om gevuld te worden. Zo snel als we konden laden we de spullen uit de boot en deed ik een verkenningsronde met de drone. Wanneer ik richting de uithoek van het water vloog, stegen tientallen reigers op uit het water en ook een aalscholver dook weg. Dat kan maar 1 ding betekenen. Hier zit vis. Vanuit de lucht zag ik een aantal stofwolken op de bodem en zo snel ik kon knoopte ik mijn vertrouwde Chotrix aan de fluorcarbon hoofdlijnen die vanaf nu voorzien zijn van de nieuwe slack weights om de chot tegen de bodem te pinnen. We zaten vol vertrouwen te vissen en de eerste aanbeet kon dan ook niet lang uitblijven. Na nog geen uur vissen bewees de chot zijn vangkracht en kwam er een prachtige spiegel langs. Het weer bleef deze eerste visdag erg wisselvallig, waarbij regen en zon zich continu afwisselden. De dag vloog voorbij, maar gelukkig wisten we opnieuw op werpafstand een mooie schub te vangen op de chotrig, waardoor we met een goed gevoel de nacht ingingen. Die eerste nacht was nat en koud, maar gelukkig wisten we een schub en een spiegel te vangen. In de ochtend kwam opnieuw een schubkarper langs, die zoals altijd weer perfect gehaakt was op de chotrig. Smile! Try not to look like you're freezing to death. Canyon maakte een luxe ontbijtje klaar en we warmden ons in de tent om te schuilen voor de regen en de wind. Desondanks vermaakten we ons prima in de prachtige omgeving midden in het Morvan natuurgebied. We genoten volop van het uitzicht en plots zagen we een aantal karpers springen tegen de takken aan de overkant. We wachten de regen af, maar toch hielden we het niet droog, want Canyon mocht aanzetten om een bak van de spiegel te landen. In het water kreeg Canyon het zwaar, maar toch wist ze de kapitale 40er nog 1 keer voor de camera te liften, voor ze de vis voldaan weer liet zwemmen. We zitten pas in de 2e dag en de sessie is nu al geslaagd. De rest van de dag had Canyon natuurlijk de beste zin ooit en ze maakte foto's van alles wat ze mooi vond. Bij het vallen van de avond werd het uitzicht steeds mooier en brak eindelijk de zon door. Ik zette een camera aan voor een timelapse en we vaarden snel de hengels uit voor de 2e nacht.
Het bleek een koude nacht vol actie te worden. Want onder de sterrenhemel wisten we 3 vissen te vangen, waarvan een flinke spiegel voor Canyon. In het eerste ochtendlicht ontwaakten we in een wit decor, want alles was werkelijk stijf bevroren. Toch leek het de vissen niet te deren, want onder het dikke pak mist mocht ik aanzetten voor weer een bizarre drill. Het net was opnieuw vastgevroren aan de steiger, maar gelukkig lag even later de massieve 40er in het net. Het water in de onthaakkredel was tot een centimeter dik ijs bevroren, maar de koude handen konden me niet deren met zo'n vis. De spiegel zat perfect gehaakt in de puntgave onderlip en in volle maat showden ze haar winterkleuren in de net doorkomende zon. Het gevoel in mijn handen was inmiddels verdwenen, maar het leek intussen te dooien door de zon die snel in kracht toenam. Snel de handen warmen aan een warme bak koffie en daarna was het tijd voor de grote verrassing van eerder deze morgen. Door alle hectiek deze ochtend heb ik namelijk net voor het licht een magistrale bak van een spiegel even weggehangen. Deze spiegel overtrof echt alle verwachtingen. We wisten dat er zulke grote vissen rondzwemmen op Gauloa en het gemiddelde gewicht is zelfs boven de 15 kilo, maar dat we zo'n monstervis mochten vangen had ik niet durven dromen. Met een meer dan voldaan gevoel liet ik de vis weer zwemmen en voor even waande ik me in de zevende hemel. Veel tijd om na te genieten was er niet, want de actie ging gewoon door, waarop Canyon ook met een flinke spiegel het ijskoude water inging. Het water was slechts 6 graden en zelfs Canyon, die uit Canada komt, had geen gevoel meer in haar vingers. De zon begint stilaan in kracht toe te nemen en ik wierp snel de hengel opnieuw uit, waarna Canyon opnieuw een bord krachtvoer verzorgde. In de loop van de morgen trok de mist snel op en met een warme dagopkomst was het tijd om de voerhoeveelheid wat op te schroeven. Ik rustte zo'n 5 kilo Equinox en Life System Freezer Boilies. Ik viste dan ook met een Snowman met een matchende pop-up om zo min mogelijk argwaan op te wekken. De boilies zijn erg zacht, waardoor de doorloopsnelheid hoger is. Om snel de aandacht te trekken ging er ook nog een schep maden in de voerboot, waarna we het geheel kort tegen de takken dropten, waar ik al een aantal vissen had zien springen. De steiger is overigens ook ideaal om je voerboot makkelijk in en uit het water te halen. Het weer werd steeds mooier en ook Bas en zijn vrienden genoten volop vanuit de giet. Ook de vissen bleken volop te genieten van het mooie weer. Door de snel stijgende temperatuur warmde onze ondiepe stek heel snel op, waardoor de vissen heel actief werden. We vermaakten ons prima met ongelooflijk veel en harde aanbeten, waarmee we de teller deze dag flink opschroefden. There we go. De ene aanbeet na de andere volgde. En met de drone maakte ik nog een observatieronde waarbij de hele kom bleek vol te liggen met karpers.
In het zonnetje zou je bijna vergeten dat het nog winter is, maar de koude westenwind die onze kom inblies, deed ons in de middag toch een trui aan moeten doen. De vissen hadden dit blijkbaar niet nodig, want ze sprongen als dolfijnen voor de takken, waar we ze dan ook met gemak wisten te haken op ons attractieve voer. Richting het vallen van de laatste avond varen we nog één keer de hengel scherp uit en niet veel later wist Canyon de sessie af te sluiten met een parel van een spiegelkarper, die de kers op de toch al ongelooflijk mooie taart werd. Canyon en ik hebben volop genoten aan het fantastische water van Kauloa. En we hopen dat jullie net zoveel hebben genoten van deze video. Tot de volgende keer.